Is dit de Maxima versie? Met je Argentijnse piek. Ik sta hier nu op een heel grijs, lelijk industrieterrein samen met mijn cameraman Aarten. Maar hier binnen moeten de voetjes van de vloer gaan. Dus wij gaan een feestje bouwen. Nu heb jij een heel groot feest hier achter de deuren. Dat klopt, alleen er is een cameraman en er is een videoman en er is een geluidsman. De barmensen, de DJ en de zanger en dan houdt het wel op. Dus ja. Er is geen publiek. Publiek zit thuis op de bank of in de tuin. Sensi van Podiums is binnen. En jouw microfoonkabel is lang genoeg. Dus Sensi die gaat even het shit draaien. Hier is Sensi. Doe maar een shotje voor de bar, want Jamie zit zo te snoepen en ik heb een shotje tussendoor. Ah, ga de best. Jamie is altijd dorstig, hè, ouwe nathals. Hey, heb ik dat goed gedaan of niet? Een shotje voor de bar, ja, een shotje voor de bar van Sensi! Sensi doet even een shotje mee, meiden, dat kan wel. Shotje voor de bar. Wat staat er vandaag nog allemaal op de planning? Pascal Redeker komt zingen. Mike Oskam zingt. Risico draait. Nou, jullie zijn natuurlijk de gast. En verder maken we er gewoon een feestje van. Dus mensen kunnen een verzoekje insturen en dan wordt het feest. Kijk, normaal heb je met het Koningsdag natuurlijk een optreden of, ja, of 4-5 waar je het land mee doorheen scheurt. En nu staan we in IJsselstein in de loods. En dan doen we een livestream. Wat er op zich fantastisch uitziet. Met lichten, geluid en camera's en weet ik het allemaal. Maar in principe ja, is het natuurlijk heel iets anders. Dus het is evengoed nog leuk, maar het is heel anders leuk. Ik heb binnen al aan het rad mogen draaien. Jazeker. Ik miste namelijk één ding. Dat waren oranje tompoesen. Ah. En nou heb ik tompoesen voor ons meegenomen. Kijk. Heb je daar een beetje zin in? Nou, gaan we een oranje tompoes eten. Dat wordt feest natuurlijk. Het is het meest aangevraagde liedje. Nou, je hoort hem zojuist. Ferry de Roze Flamingo. Dat is eigenlijk het huislied van het Foute Zomerfeesten met Café Bakkers met IJsselstein Live. Dus dat is echt het meest aangepakt? Dat is eigenlijk het huisliedje. En vind je het leuk, zo'n livestream? Nou, het is wel heel gek. Het is echt wel raar. Het is, je hebt geen publiek voor je neus. Dus je kan niet zien, joh, de mensen gaan los of niet. Maar ja, de reacties op de livestream zijn gigantisch. Duizenden mensen kijken. Echt fantastisch. Maar wat is jouw favoriete Koningsdagnummer? Van mijn goede vriend uit Brabant, Johnny Purple, is eigenlijk mijn favoriete plaat, De Porseleinen Pony. Het klinkt gezellig hoor. Het is eigenlijk carnaval, Koningsdag, eigenlijk van alles in één. Ik vind het gewoon ik vind het fantastisch. Nou, dit klinkt als een feestje bouwen. Voor mij is er geen Koningsdag zonder het Wilhelmers. Wilhelmers? Ja. Oh, maar deze plekken. Is dit de Maxima versie? Met je Argentijnse piek eronder. Sensi, je had ook nog een verzoekje net, hè? Maar ben je helemaal tevreden al? Nou, eigenlijk helemaal niet, want ik heb geen tekst gehoord in het Wilhelmers. Jij wel? Oké, daar gaan we, let op. Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitse bloed. Ja, dat schrik je er zo uit. Wat doe je dat goed? Ja, nou goed, er zijn nog veel meer dingen waar ik goed in ben, maar daar hebben we het later even over doen. Heel flauw. Ik heb net alsof ik gewoon echt op Koningsdag stond. Dus ik ben jou daar heel erg dankbaar voor. Graag gedaan, leuk dat jullie er waren.